Iedereen, welkom weer bij een nieuw Farming Simulator filmpje. En ja, vandaag gaan wij wel 9 en 7 inzaaien. Het is niet heel erg mooi weer, maar het is nog om het zaaien. En vandaag gaan we natuurlijk onze nieuwe team. Wat was het nou? 6. Ja, 6. 200. Oké. Mijn Engels is daarvan niet perfect genoeg. Oh, we gaan vandaag hier koolzaad in de grond stoppen. In het midden van het zaaien, maar dat is eigenlijk niet logisch. Ik bedoel, ik snap dat als je een beetje. Ik snap dat als je een beetje van landbouw af weet, dat je wel weet dat je een zaadje in de grond stopt door te zaaien. En dan gaan we dan weer onze vader stappen. Waarschijnlijk ga ik halverwege de video onze oude kuttetafel kopen en opnieuw. Nieuw kopen. Ik heb er wel snel bij afgesproken. Ik heb er helemaal uitklappen. Dus gaan we dan een kopje water kopen, zodat wij dan weer rustig over het veld kunnen lezen. Dat is nog niet zo goed. Wat ik dus wou zeggen is dat wij dan zo dat veld 7 mais kunnen inzaaien. Lijkt me leuk. Ik weet niet of we dan tegen een schakel. Ja, ik heb het niet gezien, maar een andere vorm van schakelen. Schakelen. Andere vorm van schakelen. Ja, zo. Dat je de mais schakelt. Dat is een naam, een raar, een rare naam. Ik schakel het dus nou zo. Ik ben te dicht langs de kantjes, want ik ben door de volgende met die mais dus wat kop overringen. Oh, dat is niet goed. Ik moet mijn bril gewoon op. Ik doe het niet heel netjes hoor. Heb ik nou even niet zo heel goed staan, want het is een beetje warm. Ah, kijk. Daar heeft onze rij en dan kunnen we dan makkelijker overrijden. Ah, dit mag ik echt een stuk, stukje maken. Ja. Oh ja, trouwens over de modpack. Dat dit deze tractor wordt toe aan de modpack. Maar ik ben erachter gekomen dat deze niet meer op de Farming Simulator website staat. Dat is niet meer op de site van Farming Simulator staat. En het is een T-shirt modpack. Maar ik heb hem niet meer. Dus. Of een modpack, dat weet ik niet. Dat is een T-shirt pack. Ik heb alleen maar de andere. Ik weet niet waar die is. Maar als ze me gevonden, lijkt me eigenlijk alleen maar te wezen. Dus daarom dat de volgende link in mijn stond in deze beschrijving. Want ik kan het dan niet vinden. Maar wat dat betreft heb ik wel zin in deze prachtige overtuiging vragen. Ik heb geslipt dat ik die kan. Ja, dit is heel irritant. Maar ja, dat wordt geen andere betaalbare sterke tractor met voorlader. Dat was wel één. Maar die had geen voorlader en die had ik wel heel hard nodig. Oh. We zien direct wel wat voor een vuil dat we ervan hebben gemaakt. Of wat ik ervan heb gemaakt. En jullie zitten wel leuk te kijken. Wat kunnen we doen? Oh ja, heeft jullie wel een schuld bij de hand? Wat ik nou in moet doen. Zo, ik heb het lijntje weer gevonden. Zoek even het lijntje. Gaat best snel dit. Ik heb het niet willen. Dan moet ik er ook last van hebben. Ik word in ieder geval wel. Ja, sommige mensen kunnen hard gillen hoor.
Je wel zo dat dat toch niet meer te lang is, want dan krijg ik toch iets wat ik wijs. Dat krijg ik wel heel irritant voor dat lijntje. Ja, hallo, hallo, ik zie je. Ja. Ik denk dat ik wel niet aan het draaien ben. Maar dat gaat allemaal kekker in mij even dus. Dat heb ik al een stukje gehad. Zo, hier ben ik weer. Ik heb de rest nog even zelf gedaan, dus dat kan ik niet meer verwacht. Ja, dat is het. Ja, volgende keer morgen doen. En dan zie ik dat, want ik heb morgen niet echt uit. Dus. Ja, en bovendien, dat kan ik ook nog even op te stellen. Dat is het. Ik heb een lampje. Dat doet hij het niet. En dan druk ik ook. En dan druk ik nu eerlijk zetten. Ik zit toch de mond even kijken wat je zet. Dat is echt irritant. Dat je de zet op de mond hebt gaat zitten, want dan zit hij helemaal niet. Ja, dat kan dus heel irritant zijn. Dat is echt. Ja, sorry, dat is niet vaak hardop. Ik neem het vaak hardop voor welke toetsen ik druk. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik gewoon. Ik heb het weer op de telefoon. Ik kan het niet. Ik kan lezen. Als ik kan niet lezen tijdens het uitrijden, dan ben ik niet belasting. Ik ben een scherm, soort van zo'n scherm. Ik heb het dikke met haar allemaal niet. Maar die was een beetje weg. Dus je komt de zon binnen en dan zie je niks. En dat is ook wat ik bedoel. Hé, een beetje op de achtergrond. Dat is zonder dingen. Ik moet hier nog gaan voorstellen, ik kan niet op de camera. In ieder geval, ik houd het zonder tegen dat ik het doe. Ja, we hebben ook weer de schoolzaak. Vorige week nog verder. Het vorige episode, maar niet daarvoor. We hebben heel veel uitgehaald uit één veldje kool. Eén veldje kool van de spel. Dat maakt echt wel uit. Eén veldje kool van de lab deed nu. En ik ben nog twee keer op een lijn en ik denk, dat is niet slecht. Wat sneller. Dat heeft een lijntje. Ja, je wil een beetje voor de pijn met de kies. Wil je nou ook een beetje lijn? Of wel? Ik heb geen sterke poog. Dat is de bresje voor baal onderin. Daar je wel mee op de energie rekenen. Nu moet je uitgaan zeggen, maar ja, dan ga ik hem nu uitzetten. Ik. Dan ga ik een proef kopen. Gaan we deze even wassen. En daarna ga ik de andere kopiegater wegbrengen. Dus dan zie ik jullie zo bij de was. Zo. Zo, hier zijn we dan bij de wassen. Pressure wassen. Over druk krijgen. De tractor is niet echt vies. Dit is gewoon een beetje. De tractor wordt zo toch weer vies, dus ik heb niet echt veel met het idee. Het gaat om het idee, gewicht in. Nee, man. Ik doe wel even dit ding. Dat gaat hier lopen. Kijk, dan heb ik een goed spelletje, maar dat mag niet uit. Ik zou deze tractor niet zo sterk rennen. Kijk. Zo, dat is alles. En dan ga ik deze dingen. Zet ik hem in? Nee. Zo, we hebben weer gras. Oké. Okay.
Ik ben er klaar voor de volgende keer. Wat hebben we hier nog binnen? En dan ga ik als ik het weer uitpakken. Dus zie je zo dan. Zo. Zo, zijn we dan. Dat is dat het verkocht. 5000 appel. Oh, ik moet natuurlijk ook nog even een trailertje verkopen. Zit ik me net te bedenken. Ik verkoop wel even een trailertje. Tot zo. Goed, hier zijn we dan in de winkel. Dit hebben we een heel erg groot probleem gehad. Want de tractor, die nieuwe tractor, die zou sterk moeten zijn dan de rode. En dan gaan we even kijken. Maar dat is hij niet. ...149 kW, 203 HP. Gaan we kijken. Hij heeft meer kracht, maar hij krijgt de trailer de berg niet op. Dus dat klopt niet. Dus in ieder geval, moet je deze ook downloaden. Wat is dit? Dat is wel plekjes. Maar wil je die ook downloaden, hou er even rekening mee dat... Hij heeft minder sterrenstanden bestaat. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Maar goed, we gaan hem terugkopen. Ik denk dat we dan toch weer over deze kunnen gaan. Omdat die... Ik weet niet. Wat kunnen we beter... Ja, kijk. Hier klopt het wel dus. Ik ga gewoon even dit keer dat doen. Ik koop gewoon even deze. Over het geval dat we niet weer de hele tijd zo vastlopen. Ja, ik weet boven zien hoe lang ik ermee bezig geweest ben. Oh, hij is een beetje compact. Nou gaan we wel zeven doen, want dat is niet zo groot. Maar iets hoeft niet groot te zijn. Oh, krijgen we dat nu weer? En die bedoel ik zo'n hekel aan het slippen. Maar dat is echt typisch iets van deze trek. Hij slipt alleen maar. Nou, dat is wel heel verwend om naar te kijken. Als je nog als iemand tegen zijn streven hebt. Ik wil iets zo van, doe het nou toch een keer. Goed, je het of ook weer. Dat is heel irritant. Kijk, als je nou verder aan het rijden, oké, dit is echt heel erg irritant. Deze tractor kan niet rijden. Ik voel dat ik het wel zo. Kijk dan, ik doe helemaal niks. Hij zit nu al vast. Dit is echt... Misschien moet ik dit ding gewoon verkopen, want ja, ik denk dat het daar met alles gaat. Dit is zo ontzettend goed. Maar goed, we gaan een poging doen. Het is even niet anders. Misschien kunnen we later nog een keer een andere kopen. Maar we doen het er even niet. Ik zou anders dit wel even versnellen. Ik ben wel leuk. Dat je dat even versneld hebt. Dus dan ga ik nog een mond in. Ik weet niet goed. Wat? Het is snel dit. Thank you.
Zo, dit was het ploegen. Ik zit me net te bedenken dat we eigenlijk misschien even moeten uitvinden wat de goede kanten zijn van deze tractor en wat de goede is. Ja, dat moeten we gewoon nog even uitvinden. Nou, grondbewerking is sowieso niet heel erg. Deze ploegje doet dan nog pas spelen. Nou, ik zal even mijn tekst geven. En dan zie ik jullie zo meteen met de andere schaduw. Zo. Zo, hier ben ik dan. Ja. Dan zal ik dit stukje ook weer even versnellen. Dat is wat gemakkelijker om te kijken. Dus. Ik denk dat we weer wat hebben dat ik Dan zit het er weer op vandaag. Nou ja, nee, ik moet nog niet afsluiten. Maar ik ben er wel achter waar deze tractor heel erg slecht is. Werk op de weg. Ik kan dit ding absoluut niet tegen. Maar goed. Als het is wat op plek. En daarom ga ik denk ik... Omdat het dan zo is, maar in ieder geval zien ze. Dus tot zo. Ja, nou, ik heb alles opgeruimd en zodat dit zijn de redenen dat wel een trap wel een beetje slecht is en wat het goed is. Maar we moeten er gewoon mee leren werken natuurlijk ook tussen. Het zij zo. Ik heb de download link door als je weet niet. Dus als je weet lijkt me leuk om te weten. Ja. Hopelijk kun je het ook weer een keer kijken. Doei!